De waifu Giat! Mensen, daar gaan we even een zadeltje van maken, man. De Tilakoleo is er zo goed uitgekomen. Echt ongelooflijk. Zadeltje erop. Cave runnen. Nog meer polymeer farmen. Turrets maken. Generator neerzetten. Muurtje bouwen. En bang! Dit wordt goed. Dit gaat heel goed worden. Ik hoop dat de Giat een beetje vol gaat houden. De waifu Giat, jongen. Oh, hebben jullie op de linkjes in de beschrijving geklikt, mensen? 10% korting op het gele assortiment van waifu. Oh, een smart vertellenflesje gewit, mensen. Dit is echt, echt krachtvoer, hè? Ja, dat weten jullie natuurlijk al. Hè? Zadel erop, ouwe Snoep Conte. Die HP, kijk. 41 HP, 32 damage en 38 stamina. 41 HP, dominant stat. Dat is, daar ben ik wel blij mee, man. Dit vind ik een prima Tilakoleo. We gaan even kijken hoe ver we mee kunnen komen in deze cave. Ik denk wel dat we hem gewoon kunnen halen. Neem ik aan in ieder geval. En die andere zit ook al in een cryopot. We hebben een paar cryopotjes kunnen craften gelukkig. Zijn niet heel veel, maar will do the job, you know. Al heb je er twee, weet je, dan kun je echt al heel veel betekenen. Kijk, ik ga alleen niet vechten met de golem die hier beneden staat. Dat is wel trouwens een ding, want deze Tila kan niet door dat gat heen. Dan moet ik hem echt omlaag gooien nog. Ik heb nog cryotimer van 100 seconden ook nog. Ja, mantis, die moet ik hebben. Kom maar. Polymier. Yes, poly. 57 polymier, hè. Hier. Hoho, en wat een levels allebei. Insane, man. Kom maar door. 10 HP sowieso. 12 HP. Kom maar door. De rest pompen denk ik gewoon even damage. Dan wordt zo'n echte cave runner, gast. Oh, ik ben hier blij mee. Ja. This is my jam. Oh, ik heb zelfs metal in mijn cave liggen. Ik heb hem niet gezien, joh. Oké. Die golem, die kan ik dus niet gnashen. Dat is wel een probleem. Is de golem er überhaupt? Ik zie hem nou niet. En dit is allemaal echt geen partij voor deze Tila, man. Dat slaat helemaal nergens op. Hoe stronk wij zijn nou? Nou al, gek. Nou al, mensen. We zijn lekker bezig. Alleen mijn neus zit weer dicht. 110 mantis. Hé, kan je deze ook gewoon met spawn meat hebben? 2 spawn meat. Best of tame. Oh, damn. Dat is ziek. Loot de body. Loot. Ik moet die body hebben. Ik kan de body niet chappen, man. Uit. Ook neer. Ja, zo stekt dat, man. Lekker bezig. Ik ben hier blij mee. Ik ben hier zeker blij mee. Nou, nou doet het wel. Top. Thanks voor nog meer organic polymeer. Ik zie geen golem, man. Ja, ik zie wel een golem. 4k HP. Auw. 207 damage. Oh, ik doe hier echt veel te weinig op. Maar ik kan hem wel gnashen, man. Ik kan hem gnashen. Ja. Ik kan hem wel killen. Fuck it. Zou ik hem killen? Misschien krijg je nog iets van loot uit. Zo wat waardevol is. I don't know, man. Perhaps. Gewoon even de tijd van nemen. Dan gaat hij van ergens dood. En dit zijn ook veel kleinere golems. Hè? Een rubble golem noem je dit. Zo. We zitten al bijna 100.000, gek. Hoppa, easy. Bye bye, rubber golem. En die is dood. Easy. Hey, oh wow, dan krijg ik. Oh, dat is mijn Tilakoleo. Jezus, ik denk, wow, zieke loot. Maar dat was eigenlijk helemaal niks. Oh, hey, wow, je krijgt hier alle materialen voor, joh. What the fuck? Je kunt gewoon zo'n ding minen. Ik krijg er echt letterlijk alles voor. En fucking veel, ook. Het ligt hem ruim niet op, man. Oh, het is gewoon letterlijk waard om dat ding te killen, man. Oké, deze gaat er niet doorheen kunnen. Nee, zeker niet. Right, dan is het tijd van Krypol, man. Hey, Explorer Note ook nog. Oh, dat is helemaal power levelen nou. Kom maar door. Kistje open. Hoppa, double XP. En nou raken gek. Zou ik gewoon beneden diep in duiken? Ben nergens bang voor gek. Fuck it. Ga neer. Oh jee, dat vind ik wel eng. Niet zoveel. Want ik heb maar 4k HP eigenlijk. Dat is helemaal niet per se superveel. Mantels in mijn back. Ik steek je in je nek. Ik ben knettergek. En nou wil ik aan je back. Nah. Oh jee, die Arineo's vind ik niet of die. Oh wacht, die moet ik niet hitten trouwens, man. Die Artepluro's. Oh, hij is al dood. Nou, boeit dan. Ik krijg allemaal van die splash damage van, gek. Hoppa, nog meer levels erbij. Mijn leap pompen. Hier heb je een rode drop, of niet dan? Ja, hier heb je een zieke rode drop. Ik heb gewoon organic polymer in mijn cave en best veel ook. Oh, dat is echt super overpowered, ouwe. Oké, allemaal dood. Rode drop is bevrijd. En wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? En oh! Yo! Het zijn de mantelcel 153 armor, gast. Dat is echt fucking huge, ouwe. Oh, dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Als ze nou een ubermantels kunnen temmen. Dat zou heel ziek zijn. Oh, dat is echt niet normaal. Ja, maar dit ding met weinig HP, dat sloopt nog steeds alles, man. Niet normaal. Is er nog een drop aanwezig hier? Volgens mij niet, hè? Nee, ik ga omhoog. Oké, jump. Bro, wat is er van jump? Tila! Oh.
Oh, Tila, Tila, please, Tila, oh my god. Ik ben weer op beneden. Ik denk dat ik Tia gewoon even in een kraaienpot ga doen, man. Ga niet liggen. Oké, Tia, je hebt genoeg gevochten, man. Waifu de Giat. In de kraaienpot. We gaan omhoog. We doen het wel even te voet zo. Goedemorgen. Stond hier nou een kistje of niet? Oké, goedemorgen, goedemorgen, cave mensen. Oh, die mantis saddle is fucking ziek, ouwe. Ik hoor letterlijk een drop. Ja, ik wou zeggen, ik hoor een drop. Oh, maar dit is die scam drop. Ja. Die kun je niet pakken, of wel? Ja, dat was volgens mij ook in de survival... Fuck. Volgens mij kon je die gewoon niet pakken. Er was iets mee. Ah, ja, er was iets mee. Ja, die kon je niet pakken. Kut, kut, kut. Dat is jammer. Hey, rip. Deze kan hier chillen. Waifu... Oh! Wat een power dino, man. Wat ziek. Even onze loetjes lekker droppen hier, man. We hebben de poly sowieso. 439 poly meer. Dat is echt fucking ziek, man. Heel nice. We hebben wat swords geloot, ook chill. Dit kan allemaal weg. Ook weg. Lekker veel pikes ook geloot, chill. Ja, wat is dit nou weer? Ja, ik denk ik doe gewoon lekker alles daar naartoe, omdat... dat die dan gewoon alle dingen die hier alleen in kunnen daarin gaan. Maar nee, dat was niet het geval. Tering. Dan gaan we maar meteen even knetterveel cementing paste. Of knetterveel, ik heb helemaal geen steen meer voor cementing paste volgens mij. Where my stone at, man? Steen is weg. Nou, die kan ik wel even snel hakken hier. Ja, dat zijn allemaal zandkeien, man. Wat ik ook alvast kan doen, al die charcoal pakken, die kan ik omzetten naar gunpowder, want daar moet ik daar advanced rifle bullets mee gaan craften, man. Gunpowder in de making, heel goed. En dan pakken we dit, steen, meer cementing paste. Cementing paste kunnen we als hierin mikken, kristallen bij obsidian, noem maar op, polymer komt er ook bij. Moeten we een generator hebben in ieder geval. Jenny in de maak. Cable heb je helemaal niet nodig in deze ark, tuurlijk. Bro, ik kan er gewoon... Zou ik gewoon fuck it één heavy turret neer gaan zetten? Gewoon omdat het kan. Ik mis hier nog een paar electronics voor. Die kan ik sowieso wel maken. Oh, wacht. Dan moet ik best veel maken ook. Dan moet ik 270 electronics hebben. Ah, dat kan ik niet, man. Ik heb te weinig. Weinig pearls. Ah, ik wil wel een whippy hebben, man. Dan kan ik heel makkelijk pearls gaan farmen. Kijk, wat zeg. Ik kan gewoon een whippy maken, ouwe. Hoppa, kijk, chill. Nou, electronics in de maak. Nou, dan heb ik eigenlijk al genoeg electronics. Ja, op zich wil ik wel twee turrets hebben. Dan heb ik 140 electronics nodig in totaal. Dan maak ik ook gewoon even één metal... als ik dit nou even doe. Metal foundation. Dan heb ik in principe één van die nodig. 1, 2, 3. Ja, dan moet ik eigenlijk 3 van die nog hebben. Of 4 van die. En dan nog 1 ceiling. Maar dan hebben we dus ook een cementing paste voor nodig. En daar is de stone weer voor op. Oké, gaat gefixt worden. Limantria, we gaan op avontuur, gek. Scoot. Even kijken waar die oasis ook weer is, man, die ik bedoel. Ergens is een oasis, kun je easy... ik ga maar even kijken of ik het hier bij de blauwe obby eventueel kan vinden. Ik ben veel rond gaan vliegen, maar... Ik kan die oasis die ik in mijn kop heb zitten, die weet ik gewoon even niet, man. Maar ik kan ook niet... Wat zit hier onder water? Ah, dat zijn gewoon botten. Kijk, ik zie hier al die pearls liggen, maar ik kan niet whippen hier, man. Dat is één zo'n plekje, dan lag het allemaal niet diep. Dan kon je gewoon whippen, dan kon je alles zo meechakken, man. Kijk, hier ook zo... Zoveel ligt hier gewoon. Als ik gewoon een whipje kon pakken. Ik kan in ieder geval heel veel bessen verzamelen met een whip. Dat is in ieder geval geen probleem. Jezus, wat krijg ik allemaal, man. Raap op, G, raap op. Zou ik heel ziek zijn als zelfs twee heavy turrets neer kunnen zetten, man. Dan zijn we sowieso protected van de elementen. Maar ja, dat is 270 each, hè. 270 each, dat is 540 keer 3. Is 1500, ja, zeg maar 16, 1700 parels moet je hebben. In totaal. We hebben nu 800 en we hebben er al iets van 600 gebruikt. Oh, dan zijn we er bijna, man. Serieus. Ja, dan gaan we denk ik gewoon voor twee heavy turrets, man. Als we er ook een andere materialen genoeg voor hebben. We hebben de level toch al. Hij wil het ook gewoon totaal niet goed oppakken hier onder water, joh. Dat is vervelend. Ja, parels. Met een whip. Heel af en toe kun je ze meepakken, man. We zitten nu op 1200 pearls. Dan zijn we er oprecht heel bijna, man. Ja, pak op, joh. Oh, hier zitten er veel. Maar hij pakt geen enkel op. Oké, ik ga terug naar de base, man. Goed geweest. Hallo, ik zou graag onze eerdere vriendschap willen behouden. Ik zit op een pilaar richting green op. Ik zou graag onze eerdere vriendschap willen behouden. Ik zit op een pilaar richting green op. Dodo Hub. Huh? Dodo Hub? What the hell? What the fuck? Oké, Dodo Hub. Wow, dat is way back, man. Moet even nadenken, gek.
Ik moet even nadenken. Wow, joh, hij is bezig met vet. Allright, dan gaan we even die electronics allemaal craften. Ja, trouwens, we hoeven helemaal niet meer zoveel te maken. We moeten nog maar een paar. Electronics. Even kijken. Dan maken we er 400 stuks in de maak. Oei, dat is wel even een proces, man. Dat duurt eventjes om te craften. En dan wil ik hier nog even die metal dingetjes. Die heb ik er 2. Metal wall moet ik dan nog hebben. En dan de gasoline natuurlijk. Oh, ja. Dat is niet veel. Maar het is iets om de generator aan te zetten in ieder geval. Kijk, als we daar 270 hebben, dan craft ik er vast één, man. Het advanced rifle bullet. Ik ga wel iets heel genaais doen, denk ik. Ik denk niet dat ik die turret recht de krautje in laat schieten. Maar ik denk dat ik die turret boven aan de krautje neer ga zetten. Zodat dus als mensen de krautje inrennen, die denken van, oh, er staat alleen een gate. Maar dan wordt er in één keer in de rug geschoten met een heavy turret. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Dus dan gaan ze gegarandeerd dood de eerste keer. Ja, dat is leuk. Er is ons leven. Door de hub wil vrienden met mij worden. Of zo, of vriendschap behouden. Stoppen. Turret. Eén van die. Cool. Oké, en dan. Hamduleer dat ik dus één heavy turret. Oh, die kost 400 metaal. Ik kan er sowieso maar één maken, man. Oké, ik kan er sowieso maar één maken. Dan is er metal op. Het wint de rifle bullet. Kijk of ik het kan maken. 54. Ja, dan hebben we 100 ammo in één heavy turret. Dat is onze defense, man. Ja, op zich wel valid. Ik vind het prima. Fuck off, hey. Jezus, hebben we uberskeer. Maar dan is de cave echt wel protected, man. Sowieso. Ik had ook 4 autoturrets neer kunnen zetten met dit geld. Dat heb ik niet gedaan. Ik ging highballen, mensen. Highballen. Nou, mooi, dan zijn we ready, gek. Heavy turret incoming. Oh. Nou al heavy turrets, mensen. Insane. We zitten in aflevering 5 van Ark. Scorched Earth. Ascended. Het gaat goed. Het gaat goed. Alleen ik had deze spullen eigenlijk ook beter kunnen investeren van deze Forge. Maar dat boeit me niet. Heavy turret eerst. Zo, als je die poort openmaakt is het meteen kei licht hier. Moet even echt plek hebben, man. Wal. Dan doe ik hier zo'n secret doorwal in. Hier erin. Gasoline erin. En dan zit het doosje in principe dicht. En dan moet ik alleen even kijken waar ik dus die heavy turret erbij kan catchen, man. Eigenlijk zat te denken van, kan ik hem hier aan het dak hangen? Ja, dat kan. Oh. Oh, wat vies. Ja. Of misschien moet ik hem wel de krautje laten... Nou. Leuk. Dan zal ik hem vanaf hier de krautje laten schieten. Vanaf de zijkant hier zo. En dit is ook wel een zieke plek, man. Hier bovenop gewoon. Dan hebben we gewoon één turret die er zo naast de gate schiet van bovenaf. Ja, man. Wat ziek. Wat fucking ziek. En dan staat hij meteen goed. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Wij zijn protected. En iemand wil wel mattie worden met ons. Oeh. Ik ben benieuwd wat de volgende aflevering ons weer gaat brengen, man. Alright. Peace.